Feit. Feit of fictie. En Lammert, vandaag gaat hij over pleisters. Ja, je hebt het misschien wel gezien. Gisteren, Serena Williams liep weer de tennisbaan van Wimbledon op na een jaar lang afwezig te zijn geweest. En niet alleen haar terugkeer was opmerkelijk. Ze had ook twee hele opvallende zwarte pleisters op haar gezicht. En die houden de gemoederen nogal bezig. Want waar zijn die nou voor? We vroegen het aan tenniscommentator Marcella Mesker. Nou, Serena heeft al heel lang sinusproblemen. Sinusitis, of bijholteproblemen. En kennelijk geeft die tape, is dat weer een nieuw middel, dus medische tape, geeft dat toch verlichting op die bijholtes. Waar dan normaal, als je traint en zwaar traint, behoorlijk wat druk op staat. Oké, maar is dat dan ook echt zo? Ja, een pleister tegen bijholtontsteking klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dus we zijn eerst maar eens even gaan uitzoeken wat voor soort pleisters, wat voor soort tape Serena Williams gebruikte. Dat blijkt om KT-tape te gaan. Dat wordt heel veel gebruikt in de sportwereld. En manueel therapeut Ingeborg Huse vertelt ons hoe dat precies werkt. In principe gebruik je de tape of om te ontspannen of om een beetje spanning op de spieren te maken. En je plakt het op de huid. Die huid is verbonden met een zenuwtje die zeg maar weer teruggaat naar het spiertje wat eronder ligt. En dat geeft dan ontspanning. Dus dat is zeg maar een gedeelte van dit soort tape waar het voor bedoeld is. Oké, maar werkt het dan ook als het op je gezicht zit? Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Hè? We vroegen het aan sportfysiotherapeut Remy Silkes. Tegen de klachten in haar holtes, dan zou ik niet direct denken dat het helpt. Omdat er sowieso weinig, een hele kleine pleistertjes, heel weinig spanning. Dus het lijkt dat er gewoon wat druk op die huid zit. Ja, maar is er ooit onderzoek naar gedaan of dat echt werkt? Nou, we hebben gezocht op de redactie en er is een studie uit 2015 van het British Journal of Sports Medicine. En daaruit komt naar voren dat de tape minimaal helpt bij pijnstilling. En ook in andere studies komt er eigenlijk weinig significant bewijs naar voren. Ingeborg Huse zegt dit erover. Wat het doet is reflexmatig zeg maar een soort van ontspanning geven. En als je daar baat bij hebt, heb je daar baat bij. Maar het zou zeker niet mijn eerste keuze zijn. Zeker voor dit soort kleine stukjes tape. Ja, daar is ook geen onderzoek naar gedaan. En althans, ik denk dat de bewijslast zeer matig is als je het wetenschappelijk gaat bekijken. Ja, het kan dus zo zijn dat het voor Williams werkt. Ze is in elk geval naastig op zoek naar een oplossing, vertelt Marcella Mesker. Ja, zij is natuurlijk iemand die er alles aan doet, maar dan ook werkelijk alles, om ja, toch nog zo fit mogelijk voor de dag te komen. Want ja, de tijdfactor, die zit in ieder geval niet mee. Nee, maar dan terug naar de conclusie. Werkt het? Ja, of niet? Tijdfactor of niet. Het zou kunnen dat het voor Serena Williams werkt. Alhoewel, ze heeft gisteren verloren, dus valt te betwijfelen. Maar in de wetenschap is er simpelweg nog geen bewijs voor gevonden. Het is daarom fictie. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.